This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ik weet niet zeker of deze nu wel allemaal goed doet, hoor. Ja, nee, deze camera loopt nu. Camera loopt. Jullie kunnen nu beginnen. Ja, doe er maar een plekje uit. Nou, dan ga ik weer aan het werk. Ik heb over 5 minuten te doen. Hoi, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Hoi, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier vandaag samen met Luna. Met Luna. En we gaan vandaag een Shein shoplog opnemen. We hebben allebei echt hele grote pakketten besteld bij Shein. Shein, wat zeg jij? Shein. Ja, ik ook. Ik zei eerst Shein, maar... Ze schrijven ze ook, want die I is met hoofdletter. Ja, dus true. Shein. Ja, maar ja. We hebben pakketten besteld bij Shein. We kunnen ze even laten zien. Het eerste... Heel veel. Ik heb ook echt voor 200 euro aan pakketten of zo. Jij? Ja, iets minder, maar ik denk 160 of zo. Ja, echt veel. Ja, hoe lang was de levertijd? Bij jou was het sneller. Ja, bij mij was het denk ik een weekje. En bij jou denk ik 10 dagen of zo. Ja, zoiets. Ja. Dus wel redelijk snel vind ik. Ja. Dat het zo lekker goedkoop is. Zullen we het gewoon openmaken? Ja. Of moet ik nog wat vertellen? Nee toch? Ik ga het openmaken. Wow! Ik heb nog meer. What the fuck? Fucking veel komt eruit. Wow. Oh, dat is zo benieuwd. Er zit nog meer in. Echt? Ja. Waarom heb je nou niet open? Oh nee, dat was het. Ik heb mijn niet open. Oh ja. Oh, maar hier zit maar één ding in. En nog iets. Nu leeg ik deze grote. We moeten niet door elkaar hebben. What the fuck? Ik word er zo blij van. Ja, echt hè? Voor mij is het ook de eerste keer dat ik iets bestel via Shein. We hebben er echt super veel pakketten. En we gaan ze denk ik maar gewoon onze beurten één voor één openmaken, of niet? Ja, heb je deze ook? Huh? Nee. Heb ik het besteld? Huh? Ik kan me echt niet herinneren. Openmaken. Oké, okay, wie begint? Jij, want je hebt al eentje in handen. Deze openmaken? Ja. Als we de telefoon onder al deze pakketten denk ik. Ben je het? Nee. Ja, heb je? Huh? Wat is dit dan? Oh, ik denk dat het die kwast is die er gaat bijkom kiezen. Is dat dit? Ja, oké. Okay. Boem. Ja. Oh, oké. Okay. Die was 12 euro. Ja, dat stipjes in. Maten? M. Oh, dat vind ik wel leuk. Oh, dat is heel leuk. Ik ja, heb heel een leuk. Jurkje met bloemetjes in maatje S. Oh, M. Oh, dit is met zo'n mooi koentje. Ik weet niet goed hoe ik het uitleg. Ik doe het straks aan. Ik hoop echt dat ik hem pas. Even kijken of het bedrekbaar is. Ja, precies. Oh, ik vind hem heel leuk. Ja, is leuk. Ook voor de zomer, maar ook wel voor nu. Met een panty, Dr. Martens. Ja, leuk. Ja, 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 leuk. Deze was dus 12 euro. Deze heb ik gehaald in maatje M. We gaan, op het einde gaan we alles passen, maar wij doen wel de beelden tussendoor gewoon in de video. Dus jullie zien nu hoe deze mij stond. Oké, okay, ik heb hem nu aan. Echt, ik vind hem zo leuk, maar ik kan niet eens mijn arm omhoog doen. Ik heb hem ook niet aan, maar ik kom erachter dat hier zo'n ritsje zit. Maar ik denk als ik hem aan had, dat hij wel heel mooi zat. Het is wel echt een jurkje voor mij. Ik vind hem echt super leuk, maar ik kan niet eens dit. Dus dit wordt hem sowieso niet. Maar ik denk dat ik hem nog wel een keer in de maat groter ga bestellen. Maar dat is hem dus. Deze gaat weg. Luna heeft best wel veel accessoires. En ik heb eigenlijk alleen maar kleren. Waar begin je mee? Joggingsbroek. Een joggingsbroek. Wacht, ik ga je... Ik zie gelijk dat wat dit is. Dit is een joggingbroek. Dit is met zo'n tie-dye effect. Ik ga het even maken. Wow, wat een stapje. Vies. Best wel. Ja. Oké, okay, maar misschien is je ook vet leuk. Is dit van die lange mensen collectie? Oh, nee, dat niet. Dat is echt anders, hè? Ja, dat hebben ze niet. Maar volgens mij valt deze best wel lang. Maar ja, het lijkt wel echt een koe, hè? Ik vind meer de koeprint. Ja, ik ben hier niet zo van, maar nee. Misschien zijn het wel fans met iets zwarts of zo, maar ja, gewoon lekker thuis. En deze zijn een maatje XL, maar hij ziet wel fucking breed uit. Ja, hij ziet er heel groot uit, maar ik denk ook wel dat het een beetje moet. Dat het een beetje zo'n... Maar er zit niet zo'n dingetje in om strakker te zetten. Oh, zo'n touwtje, dat zou wel mooi zijn. Maar ja, ik ben benieuwd. Hoeveel was deze? Deze was 14 euro. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb nu deze koeienpak aan. Op zich, want ik ben best wel lang, ik ben 1,85, maar qua lengte is hij wel, hij sluit wel goed aan. Ja, qua lengte is hij wel goed. Ja,
Hij is, gewoon, hij is wel wijd. Er zit ook niet zo'n draadje in. En... Wie belt mij? Maar ik hou hem niet, je moeder. Oké. Nou, ik ga hem niet houden, want ik vind het printje toch niet zo'n mooi tie-lijn dan ik had verwacht. Jammer! Kijk, ik ga snel opnemen hoor. Ik ga door met het volgende. Ik zie hier iets blauws. En ik weet ook al wat het is. Ja, kijk erop. Dit is zo'n shirtje, weet je wel? Oh ja, dat vind ik wel leuk. Wel heel standaard, maar wel leuk om volgens mij te doen. En deze heb ik ook in meer kleuren besteld, geloof ik. Want ik heb best wel vaak dat ik gewoon echt even een shirtje aan wil. Gewoon simpel, standaard. Ja, leuk. Best wel chill stofje. Ja, lekker dekbaar. Ja, toch? Ja. Even kijken hoeveel deze kost. Welke maat is het? Die staat er niet in. Oh, ik heb een bestelling. Echt? Ja. Maat M. En deze was 15 euro. Ik heb nu dit shirtje aan. Ik vind hem echt leuk. Hij kan ook eruit. Het is gewoon zo'n shirtje als je helemaal niet weet wat je aan moet doen. Dat je dit aan kan doen. Dezelfde kleur als mijn nagels. Leuk kraagje. Ja, hij is leuk, hè? Ja. Ik vind hem heel leuk. Ik denk dat ik deze wel ga houden. Kijk, kijk, ik zie gelijk wat dit is. Dit is een tasje. Paars? Ja. Oh, leuk. Of voor shoes. Echt heel leuk uit, ja. Volgende week ben jij weer vrij, toch? Ja. Gaan we dan weer even foto's maken. Ook in deze kleding is leuk. Ja, vet leuk. Dit is het tasje. Hij is lila. Leuk. Goed. Ik weet niet, er past niet veel in, maar ik denk dat je dit bedoeld hebt voor foto's. Ja, volgens mij past het. Ja, de telefoon past er wel in. Oh, wel leuk. Past voor stappen of zo. Kijk, hij is best wel als je hem zo houdt. Ja, inderdaad. Pas voor stappen zeg ik, maar ja. Dat niet eens. Nee, daarna weer een keer. Dat ooit een keer. En hier zit, hiervoor zit dus ook zo'n vakje. En er zit dus een koordje bij. Leuk. En hoe duur was die? Even kijken. 9 euro was deze. Oké, okay. Next. Dit is zwart. Ik denk dat dit een blazer jurk is. En deze heb ik in meer maten besteld. Maar in een S en een M, want ik wist het gewoon echt niet. Ja, heb je in 2 maten besteld? Ja, want ik vond hem wel heel leuk. Een extra knoopje zit erbij. Maar hoe leuk is dit, zo'n blazer jurk? Ja. En welke maat is dit? Het is een M. En ik heb hem dus ook nog in een S. Ik zou even kijken hoe duur die was. Zo benieuwd hoe dit bij jou staat? Ja, ik ook. Ik weet zo is het wel mooi, maar ik kan dat niet hebben. Kijk, het is ook wel heel diep, hè. Ik weet niet zo goed wat je daaronder moet hebben. Misschien zo'n kanten shirtje of zo. Ja. Deze was 23 euro. Ik heb nu deze blazer jurk aan. Ik vind hem echt heel leuk. Als je hier zit, is het echt veel te open. Maar op zich is dat niet een probleem, want je kan een leuk hemdje eronder doen. Hij is leuk, maar wel een beetje aan de korte kant. Maar je kan hem dus ook dragen met zo'n biker short. Dan is hij wel leuk. Dit is by the way de M. Maar ja, die S is dan sowieso veel korter. Misschien dat hij hier wel weer mooi zit, die S. Maar ik weet het niet. Staat in beeld of ik hem hou of niet. Maar ik denk dat ik hem niet hou. Dus helaas. Hij is wel leuk. Voor wat een nettere avond of zo. Jammer dan. En ik heb hier ook dezelfde en dat is maat S. Dus we gaan zo even kijken welke maat het beste staat en past. Je hebt heel veel dingen. Heel veel kleine dingen. Oh, hadden we wit besteld? Ja, een beetje gelig, toch? Oh, wat dacht jij dan? Ik dacht grijs. Maar wacht, welke? Nee, dit is S. Dit is L. Luna die ging dus iets later bestellen dan wat ik deed. En toen had ze een best wel leuke trui gevonden. Ze zei, oh, wil je die ook nog even voor mij bestellen? Leuk. Denk ik. Dus je gaat ook dezelfde. Ja, ik heb mijn S. Wow, hoe zacht. Oh, wel lekker, ja. Zo benieuwd. Wat is echt zo'n vintage. Oh, ja. Wel leuk, hoor. Jeumig. Het is net een jurk, zo wat. Oh, wat leuk. Zie je ons het al bij de adem. Ja. Oh, ik wil echt foto's gaan maken met jou. Broek, ja. Oh mijn god. Ja, dan of op een leren broek, zoals jij. Oh, ja, wij. Heel leuk. Mooi. En dank je schatje. Leuk hè? Mooie kleur. Maar wat een lekker stofje, ook die binnenkant. Maar kijk, hier binnenkant. Oh, lekker. En hoeveel was deze? Wat was nou? 13 euro was deze. Maar deze zat dus bij Luna haar bestelling. Maar ja, die had ze ook even voor mij heen besteld, omdat ik hem ook wel leuk vond. En ik had hem besteld. Ja, als ik hem wel leuk vind. Als je hem houdt, ja. Ja, sowieso. Actie. We hebben nu allebei dezelfde trui aan. Hij is echt leuk. Ja, hij is wel echt leuk. Lekker stoer. Ja, ik oversize. Als ik hem maar uithaal. Lekker lang. Leuk! Ik denk dat ik deze maar haal. Het ligt een beetje aan wat we allemaal houden. En dan maak ik even onderscheid. Dus dat. Oké. Next. Dit is geloof ik hetzelfde shirtje te blauw, maar dan een beige shirt. Ja. Een beetje bruinig. Ja, leuk. Ik denk dat ik blauw leuk vind. Oké, zit hier ook. Oh, deze heb ik in de S. Vorig had ik M, toch? Oké. Deze. Heel leuk. Ook op deze voorbeeld weer. Ja, heel leuk. Ja, dit is wel echt iets voor mij. Ja. Net.
Ja, ook gewoon even wat netter of zo, maar hele leuke shirtjes vind ik dit. Deze kostte 12 euro en deze heb ik in maatje S. Mm-hmm. Oké, ik heb nu deze aan. Hetzelfde als de blauwe, maar dan in het beige, bruin. Wat vind je ervan? Ja, ik vind hem heel mooi. Gewoon ja, heel leuk met die V-hals zo en dat kraag. Ja, dat draag je gewoon snel even. Inderdaad, ook als je niet een beetje aan moet. En ja. Leuk. Jij bent. Huh? Wat is dat, weet je? Ja, dat feest. Met knopen. Oh, leuk. Ja. Dit is een cardigan. Met knopen. Ja. Oh, leuk. Het is gewoon breiden. Ja. Ja, leuk. Oh, het voelt wel goede kwaliteit. Ja. Alleen hij is wat kort. Ja, dat zie ik ook inderdaad. Vind ik wel jammer. Oh, heel goede kwaliteit. Tenminste. Ja. En best wel ziek. Ziet er heel mooi uit. Ja. Mooi zo gevlochten. Ja, heel mooi. Ja, zon. Ja. Je ziet de aanbeelden even wat beter hoe ja. Het staat. En even wat close-up beelden en zo. Maar deze heb ik in maatje L. Ja, heel fan. En die was. Hij is wel echt lekker. Ja, hij is heel mooi. Ik ben benieuwd hoe die was. En deze was 12,50 in een korting. Heel chill. Ja, echt blij mee. Dus ziet er wel leuk uit. Ja, ik heb nu dit cardigan vestje aan. Hij is echt super dik en warm. Dat is echt wel leuk. Hij is wel zeg maar een beetje een cropped idee. Ja. Dus het is, ja, ik moet even kijken of ik dat ook bij andere boeken mooi ga vinden. Maar op zich vind ik het zo wel heel leuk. Maar ja, leuk. Ik ben nog niet op hem gehouden, maar dat staat hier nu in beeld. Yes! Ik denk dat ik weet wat dit is. Zo'n soort van overslag shirtje. Oh, leuk. Ja. Wat kleur. Ja, deze. Oh, cool. Ja, in zon. Zoiets heb ik nooit. Maar ik dacht, het zag er wel mooi uit. Beetje zo'n herfstkleurtje of zo. Oh, er komt wel knopen bij zelf, maar dat is niet zo. Leuk. Ja, ik weet niet of ik het dan wel leuk vind. Ik vind het wel leuk dat er zo'n strikje zit. Maar ja, deze. Hij ziet er iets minder leuk uit dan op de foto. Maar deze heb ik in een maatje S. En deze was 13 euro. Oké, ik heb nu deze aan. Ik vind hem ja, leuk, maar hij is niet geweldig. Ik ga hem niet houden in ieder geval, maar ik denk als hier een strikje zou zitten dat hij ook wel wat extra was. Dus deze gaat weer terug. Ik denk echt gewoon dat we die bestaan. Ik zie jeans. Oh ja, vertel. Dit is een mom jeans in het donkergrijs. Ik heb deze in XL, maar... Dus dat zou ik dus echt heel spannend vinden op Shein. Om gewoon spijkerbroek. Vet dunne broek. Ja, maar... Nee. Maar dit is ook niet rekbaar, dus dit is vet. Dit wordt ja, echt... dit wordt echt of niet, lastig. Of... Zo zou ik dus gewoon niet durven daar. Nee hè? Want dit zeg maar, ik heb oh, wel shirtjes. Dat nooit zo, dat zie ik nu al. Wat dan? Best wel klein. Ja? Ik denk dat het wel lukt. Maar ik weet niet of hij mooi zit. Nee, dat lukt ook niet. Maar we gaan hem gewoon lekker passen. Hij voelt ook zo niet. Voelt zo'n broek van Sara, voelt zo niet zo, bijvoorbeeld. Nou, Sara broek heeft ook wel stilke stofjes hoor. Ja? Ook zo dun? Ja, nou, het is echt totaal geen stress in. Nou, deze jeans was 20 euro. Ik probeerde net deze broek aan, maar die past helaas niet. Jammer. Er zit echt 0,0 stretch in, dus dat was ook wel te verwachten. Maar... Het irritant. Helaas. Jammer. Deze hou je dus niet. Nee. En hetzelfde shirtje als ik ook in het blauw en het beige had, heb ik ook in het wit. Want ik vond het zulke leuke shirtje, ik dacht ik probeer gewoon meer kleuren en dan... gelijk weer een nieuw shirtje oh, bij. Oh, nog niet. Ja, nog een keer. Maar deze denk dat hij een beetje door gaat schijnen. Maar dat zullen we straks achterkomen. En ik heb ook spertjes besteld. En ik denk, dit kan er misschien wel onder. Qua kraagje. Oh ja. Maar ik weet het zeker. En deze heb ik in maat M. En deze was 14 euro. Ik heb nu dit witte shirtje aan. Hetzelfde als dus de blauwe en de beige. Hij is wel leuk. Of ik twijfel nog wel een beetje. Omdat wit wel een beetje simpel is. Maar... Als je het nodig hebt. Een beetje te lang mouw. Ja, hij is niet door schijnen. Want ik heb nu een oranje-rode BH aan. En dat zie je zelfs niet. Dus dat is een goed teken. Ja, even nadenken. Ja. We hebben ook allebei spandjes besteld. Ik heb 2 besteld. Ik heb 1. Zullen we ze openmaken? Ja, ik heb een witte. Ik heb groen en beige. Wel leuk. Maar nee, ze zijn niet hetzelfde. Niet hetzelfde. Nee, jouw is meer gebreid. Mijn is... Maar ik denk dat ik dat nog leuker vind hoor, die jij hebt. Wow, hij is wel kort. Ja, het is one size hè? Nee, toch? Dacht ik. Nee, ik heb een L. Oh, dan weg vanaf ik andere verkoper. Want ik vind deze net leuker. Bij de witte blouse. Ja. Nou, als jij hem niet past, wil ik hem wel passen. Ik heb dus deze groene en ik heb dus een ander soort. Ik heb niet echt wat gebreide. Ik heb meer een beetje... Ja, ik weet niet. Je hebt hem echt... Ja, ik vind jouw stof mooier. Jouw achterkant is ook opeens dit. Ja, dat vind ik jammer. Ja. Als het nou hetzelfde was. Maar misschien... Ik vind hem wel echt een hele mooie kleur. Zo, ja, zo'n broek. Ja. Zo'n beetje erin. Ja. Cool. Wel een mooie kleur. Ik weet alleen niet zo goed of ik het snel zou dragen. Nee, dat heb ik dus ook. Maar ik wou het gewoon een keer proberen. Ja, ik zag het ook al eens bij de andere winkels. Dan nu is het een goede kans om zo'n
trend zitten doen. Ja, echt hè? Eerst dacht ik ook echt, wat is dit voor trend? Ja, ik ook hoor. Vooral met die geblokte, ik vind het niet super. Nee, klopt. Maar deze met één kleur, dat vind ik wel leuk. En ik heb die dus ook nog in een beige, die maak ik ook gelijk even open. Dat is precies dezelfde. Oh, leuk. Ja, toch? Ja. Misschien zou ik zo'n kleur eerder aandoen. Gewoon beige. Ja. Ik ben best wel gek op beige de laatste tijd. Gewoon een leuk blouseje eronder. Of een leren broek. Leuk. Die groene was 16 euro. En de beige was ook 16 euro. Die van mij waren 14 euro. Was 14 euro. Ik heb nu deze Spencer aan. Die heb ik op dat witte shirtje gedaan. Ik vind hem wel leuk of zo. Met zo'n leren broek dan. Echt zou ik het echt zo combineren. Dat sowieso. Maar ik weet het niet zo goed. Ik twijfel echt te erg misschien. Heel lastig. Wat zeg jij? Ja, ik vind die achterkant sowieso echt. Als je hem nu ook omdraait, het ziet er gewoon niet uit. Die achterkant zonde, hè? Dat ja, deze ja dat had leuker. Ook dit patroontje moeten zijn. Ik denk het ook. Ik denk dat ik deze gewoon niet doe. Het scheelt me ook weer geld. Dit is echt een schooluniform of zo. Ja. Ik heb nu de beige aan. Ook heel leuk. Ik twijfel gewoon zo erg. Ik vind deze leuker. Ja, maar alleen die achterkant, ja, dat vind ik echt zonde eigenlijk. Ja. Maar ja. Oh, wat vind ik dit lastig. Echt waar. Ik vind het echt lastig. Ik ga wat zullen, maar ik ben zo benieuwd wat hij hiervan vindt. Ja, doe maar. Oh, leuk. Ja, toch? Muts, ja. Kom hier dichtbij. Ik heb een muts. Ook wel leuk. Ik ben ook helemaal into muts. Ik heb op AliExpress allemaal muts besteld. Ja, ik zag het leuk. Ja. Ja, eigenlijk had ik ook een muts moeten bestellen bij China. Ik vind het wel leuk, muts inderdaad. Alleen, ik dacht, hij is wel iets groen beige dan beige of zo. Ja, dat wel. Maar ik vind dit wel weer luxe maken. Ja, vind ik ook leuk. Ik vind zo'n leer dingetje of zo. Ja. Wil je hem eens opdoen nu of wil je dat ja. Zo? Leuk. Oh, wel leuk. Ja? Ja. Mooi tje, wat vind je? Leuk. Leuk muts. Ja, leuk. Ja, hij zit echt super lekker, super warm. Ja? Ja. Beter. Hoeveel kostte die? En deze muts was €3,20. Dat is echt niks. Nee. Heel chill. Huh? Dit besteld? Doe die maar, ja. Die? Ja. Ik heb er iets besteld waarvan ik echt denk van, huh? Zat dat in een jurkje? Ja, dat denk ik inderdaad. Maar ik wist niet dat het zo'n stof was. Met die rood. Wist je dat wel? Dat wist ik wel, maar ik weet niet. Toen, ik zag hem trouwens gisteren weer. Ik ging even kijken wat ik had besteld. Toen dacht ik, waarom heb ik dit besteld? Dacht ik. Ja, hè? Ja, kijk, dat kontje vind ik wel mooi. Een kontje? Ja, dat is wat strakker. En dan heb je dit zo. En daaronder heb je dan weer de franjes. Ja, dat kan leuk zijn. Ik vind het heel leuk, maar ik vind het jammer dat dit dus een colletje heeft. Ja. Zeg, hier heb je zo'n colletje, waardoor het misschien weer iets te hoog is. Maar ik dacht misschien met een leuk kettinkje erbij. Who knows? Dit is het een maatje S. Dat is wel gewaagd. Ja? Ik denk het wel. Ik ga. Nog strakker bij je komt. Ja. Deze was €14. Oh, niet duur. Nee toch? Even duur suspense. Ja. Oké, je hebt nu dit jurkje aan. Hij is dus veel te kort op mijn arm omhoog toe. Zie je mijn kontje al. En ik had ook verwacht, zeg maar, je ziet hier dus dit. Had ik gehoopt dat het iets lager zou zitten. Dat het dus tot hier gewoon leuk zou zitten. Maar en te klein. En nee, gewoon niet leuk. Helaas. Dus deze gaat weer terug. Oh ja. Ik heb nog een leuk zwart. Oh, ik denk, wat is dat? Oh, wat staat dit? Ik wel, want Natje was daar. En ik hoorde een beetje gekrap aan de bank. Maar er waren mijn pakketten die omvielen. Hi. Die wil echt graag met me. Maar ik heb een zwart shirt besteld met een leuk stoelprintje. Ik denk dat is wel leuk bij zo'n broek. Ja, dat is leuk inderdaad. Maar ook in de zomer met een spijkerbroekje. Ik hou wel van zo'n soort stoere shirts met een leuk printje. En dit zijn allemaal van die schilderijen of zo. Van die Mona Lisa en zo. Oké, cool. Dus dit is het printje. Dat is wel leuk. Is ook wel vet. Gewoon een beetje. Ik denk ook nooit met t-shirts, maar het is wel leuk. Ja, ik vind het echt heel leuk. Nice. Oh, ik ben wel blij mee. Ik denk dat ik die wel hou. Ja? Ziet er ook heel mooi uit. Was die duur? Weet je wat was? Even kijken. €9. €9 en een leuke maat? Ik heb een XL besteld. Lekker oversized. Ja, leuk. Nou, ik heb nu dit leuke shirtje aan. Ik vind het wel heel leuk boven zo'n leuke mom jeans. Lekker stoer. Paté sokken. Ja, mooi. En ja, ik vind het wel heel vet. Net als sieraden. Gewoon lekker stoer hou ik ervan. Of een kooltruitje eronder of zo. Leuk schatje. Dus deze hou ik. Leuk! Ah, ik weet het al. Oh, dit vond ik toch heel vies. Echt? Kijk, oh, zo'n busje. Oh, maar wel leuk. Maar wel maat S. Zie je hoe klein die is? Ja. Dat kan leuk zijn. Ik heb zo'n blouseje. Op de avond zag het er echt super leuk uit. Ik denk alleen dat misschien een Emmetje iets beter zou zijn. Hij heeft van die leuke raffels voor.
Ja, ik weet niet. Ik heb best wel vaak dat ik gewoon even een leuk blouseje aan doe, maar niet echt dat heb. Maar ik heb het gevoel dat hij wel een beetje aan de korte kant is. Maar wie weet. Misschien is dat ook niet heel erg met zo'n blouseje. Mm-hmm. Deze kostte 14 euro. Dit is het blouseje. Ik vind deze zijkant alleen een beetje overdreven. Maar verder vind ik het wel heel leuk. Maar ik denk alleen niet dat ik hem ga houden. Maar het is wel echt zo'n heel lekker stofje. Lekker katoen. Dus niet zo'n Zweeds stofje. Ja, ik weet niet. Ik twijfel toch nog wel een beetje. Want hij is op zich wel heel leuk. Zet het hier maar in beeld. Wat zeg jij? Ja, ik vind hem ook heel leuk. Ja, Moetje, dat... wat vind jij? Eerlijk? Hoe die was die? Ik vind hem leuk voor de voetbal. Nee, ik vind hem wel... ja, wel leuk eigenlijk. Ja? Ja, ik op zich. Juist niet raar. Nee, ik ook niet hoor. Oké, ik denk met deze helm je ziet het nu in beeld. Dan heb ik nog een flesje. En dit, hier ben ik ook wel benieuwd naar. Maar geen idee wat het is, maar... Dat lijkt meer op een make-up tas. Ja, echt. Oh, de binnenkant is rood. Fuck. Oh, wel vet hoor. Nou, kijk. Foe, plastic. Oh, dit is zo'n deurtasje. Oh, dit is echt vreselijk. Oh, dit is dat koordje. Ja. Oh, ik vind het wel vet hoor. Ja? Ja, ik zou het nooit dragen, maar ik vind het wel vet. Ja, als je gewoon echt zo'n outfit aan hebt met een blazer. Dit koord. Dit is echt het lichtste wat ik ooit heb gevoeld. Dat is echt zo plastic gewoon. Maar ja, wat verwacht je ook. Ja. Dat liep zo. Ja. Geen idee, ik vind het niks. Op foto ziet deze veel leuker eruit. Hij is ook wel leuk. Ik snap al wat de bedoeling hiervan is, maar... Ja? Ja, dit ga ik zou hem vuur houden voor foto's, ja. Maar dat is het dan ook. Deze is zo... Ja, nee. Dit was het niet. Zo plastic. Ja, dit dat is echt een veertje, zo licht. Ja. Echt meer? Nee joh. Hij was 13 euro. Nou, dat is wel veel ook. Ja. Voor zo'n stom ding. Ja. Ding. Het volgende is zwart. Ik weet ook al wat het is. Een blouseje. Leuk niet? Ja. Dit is gewoon echt iets voor mij, denk ik. Gewoon leuk voor een avondje uit. Of een feestje. Of... Echt Melanie, ja. Ja, eerlijk? Ja. Gewoon zo dat, ik weet niet. Ja, heel leuk. Ja. Maar blouseje zoek ik gewoon vaak. Als ik even een avondje weg ga, dan gewoon even een simpel blouseje. Maar ook gewoon leuk voor naar school. Ik heb geen school, maar je snapt wat ik bedoel. Naar school. Oh mijn god. Ja, school is echt mijn ding. Deze heb ik in maatje S. En deze was 13 euro. Prima. Dus dat is een leuk prijsje. Ik heb nu dit blouseje aan. Hij is wel leuk, maar iets te simpel. Deze gaat niet mee naar mijn huisje. Inderdaad. Dan heb ik een hele leuke trui, hoop ik. Beetje ook met die raffels, hoe heet dat? Franjes dingen? Ruffels. Zo noem ik het op mijn webshop al. Oh, ik had mijn bijs, volgens mij. Oh, oké. Okay. Nee, ik geloof wel dat is, toch? Ja? Oh. Ik ben niet zeker hoor. Dit is de trui. Oh, ja. Nee, maar ik ga even kijken, want ik zou nooit raffels bestellen. Ik zag wel wat je bedoelt. Wat je bedoeling hiermee was. Ja? Ja, maar hij is een beetje... Kijk, ik heb deze besteld. Oh ja. Dat is kut. Hij is echt een beetje beige. Jammer. Maar je weet, misschien is hij wel heel leuk. Op een zwarte broek. Een beetje uit mijn comfortzone roze. Ja, maar. Ik weet niet, is goed. Misschien ziet hij er ook al heel goedkoop uit. Ja. Ach ja. Hoe duur was die? Hij was 18 euro in maat L. Dit is mooi! Dit is toch verschrikkelijk? Dit is niet eens hoe het leek. Dat die lamp maakt het licht wel een beetje anders hoor. Lijkt het. Misschien wat lichter. Ik vind hem echt heel lelijk. Hij is heel lelijk. Ik zie mijn eigen buik niet eens meer. Oh, dit is toch ik overdreven? Ik vond het 10 keer lekker. Dit is leuk. Echt het allerlelijkste wat ik ooit heb gepast. Dit is echt zo mooi. Gelijk terug de brievenbus in. De brievenbus. Hier heb ik twee dingen. Twee dezelfde van. Maar andere kleur. Maar hier ben ik echt heel benieuwd naar. Want deze vind ik zo mooi. Met de panty en dan Dr. Martens. Oh, kijk eens. Een rokje. Oh, hier komt er nooit in. Kijk dit. Never. Nee, kijk nou. Wat voor maat heb je? Er bestaat geen S hierin. Jawel. Zie je dan, het nee, past. Nee, daar kan je zo wat een L wel in. Ja, maar ik had de reviews gekeken toch? Ik denk dat kan wel. Jammer. Dat is wel jammer. Je ziet gelijk dat hij te klein is. Dat gaat nooit passen, want ik voel dit is ook totaal geen stretch. Jammer. En maar deze was 14 euro. Soms denk ik dat ik iets langer ben dan wat ik eigenlijk ben. Dus ik heb best wel veel S besteld. Wel. En dezelfde heb ik ook in een bagje besteld. Dus in ieder geval deze wel super groot opeens.
Nee. Maar hoe leuk is dit dan? Maar wat als je het riempje los doet? Gaat hij dan niet langer? Nee, het is gewoon echt dit zelf. Ja. Lukt nooit, maar hoe leuk. Ja, vet leuk. Ja. Wat denk jij dat zo? Hé, hey, kom eens. Hij vindt mijn rokje mooi, denk ik. Denk het ook. Die zegt, moet je even opnieuw bestellen in een andere maat. Wow, dan bestel ik L en dan is hij veel te groot. Denk je? Nou, moet je een M bestellen. Ja, dan is die weer te klein. Nou, jammer. Ja. Deze leek me zo leuk gewoon. Had ik ook weer een nieuw rokje bij. Deze ligt hier. Ik ben benieuwd weer. Oh, leuk. Dit is zwer of zo? Ja, dat vond ik zo. Ja, het lijkt wel zo. Leuk. Maar, oh, er zit een lekkere krant in. Lekker. Ik ben wel benieuwd wat vertaal. Hey, ja, ik ga kijken. Tekst op. Maar nee, het is gewoon kleur. Vies, man. Echt heel vies. Ja, echt hè? Dat ging dat vies in een tasje. Ja. Dit koord zit er zelf al bij. Oh, vet. Wow, die vind ik echt heel leuk. Heel leuk. Leuk. Ja, ik heb ook een heel leuk tasje. Daar wil ik ook zo'n koord erbij. Maar ik wist dat je bij Shein kon krijgen. Had ik had ook al je besteld. Ja, want ik heb deze dus daarom ook bij gedaan. Heel leuk. Oké, want ik heb dan deze met dit koord zit er dus bij. Ja, heel vet. En dan heb ik nog een koord besteld. Deze vond ik ook wel vet. Dat is leuk. Als je smart outfit aan hebt. Ja, dan maak ik het echt even extra. Oh, ik zal even opzoeken hoe duur dat tasje was. Oh ja. Het tasje was 9 euro was het tasje. En dat deze? De koord was 3,20 euro. Nou, dat is niks. Echt hè? Dat is wel vet, denk ik. En dan met dat tasje. Al leuk hoor. Ja, heel vet. Ja, goed gekeurd. Ja, ik vind het wel leuk. Nou, dan ben ik aangekomen bij mijn laatste item. Maar ik heb daarnaast nog iets gratis mogen uitzoeken, omdat we boven een bepaald bedrag kwamen. Maar dit is het laatste item wat ik betaald heb of gekocht heb. Kijk hoe leuk deze kleur is. Hey, ja. Dit is een, ik weet niet, zo'n luxe kleurtje. Maar ik zie nu al dat het overslagdingetje veel te groot is. Maar, hè? Ik ben heel benieuwd. Dit kleur is voor mooi. Oh, achter heeft zo'n open rug. Daar ben ik dan misschien niet zo van. Maar voor echt een leuk speciaal gelegenheid of zo. Is wel leuk. Deze moet ik gewoon echt even aanzien. Want ik weet echt niet hoe dit gaat staan. Maar deze was in maat. En deze kostte 16 euro. Ja, ik ben echt een beetje muur. Ik heb nu dit jurkje aan. Hij is echt heel leuk. Het is alleen een beetje wanneer ga ik het dragen. Feestjes is wel leuk met een pantietje of kerst. Is ook wel heel leuk. Alleen wat ik dus een beetje jammer vind is dat hij een open rug heeft. Ook wel heel sexy, maar precies zeg maar je tepels er weer doorheen als je geen BH aan hebt. Nu heb ik mijn BH wel aan, maar los achter even voor om het te laten zien. Maar Luna zegt dat je van die tepelstickers kan bestellen. Dus misschien dat ik dat ga doen. Ik twijfel heel erg. Ik ga kijken hoe duur die was. Dit was alles voor mij. Jij hebt nog iets? Ja, ik heb nog één jasje, een grijze. Ja, leuk om over iets heen te doen of zo. Ja. Nou, lijkt paars. Of niet? Ja, echt wel. Maar ik heb niet grijs besteld, maar hij komt een beetje paars over of zo. Oh, dit is geloof ik echt precies het jasje die ik heb. Ja, daarom dacht ik, oh leuk, dan kunnen we die samen. Oh, nee, omdat stom. Mag ik niet. Baal ik wel zelf wel. Het groene was wel mooi. Ja. Op zich wel fijn dat het een beetje paars-grijs is. Het is ook een beetje vestachtig. Het is wel wat chille stof. Maar ik hoop niet dat hij dan te chill is. Ja, ik zit even te denken hoe ik dit ga combineren met iets of zo. Ja, dat weet ik echt niet. Misschien met zo'n hoog wit hemd of zo, weet je wel. Ja, dat is wel leuk. Nou ja, dus. En die heb ik in de maat. Maar het staat 1XL. Is dat dan gewoon XL? Ja, dat is gewoon XL dan. Ja. Als 2XL dan is 6XL. Ja, precies. Oké, nou. Die dus. Leuk! En die was 20 euro. Ik heb nu dit jasje aan. Dus niet echt. Ik kan beter op zwarte broek of zo. Maar hij is grijs. Tenminste, staat hij op de site. Maar ik vind hem ook wel een beetje paars. Hoe is het? Ja, ook wel een beetje. Maar het is niet storend. Maar op zich vind ik het wel leuk. Ik kan hem ook dicht doen en dan wat instoppen. Alleen de armen zijn wat kort. Ja, dat wel. Maar had ik ook met een ander jasje die ik daar had besteld. Die was ook zo kort bij de armen. Maar dat is denk ik gewoon hun model of zo. Ja. Ja, is leuk. Ik weet nog niet of ik hem haal. Kom nu in beeld, ja. Spannend. Daarnaast mochten wij dus een gratis cadeautje uitzoeken. Omdat we boven een bepaald bedrag kwamen. Ik stel niet zoveel voor, maar die gaan we ook nog even openmaken. Ja, we hadden echt keuze uit allemaal goede spullen hoor. Maar maken we er wel even gebruik van. Je hebt een sponsje. Ja, ik heb een beauty show. Je hebt ook die ene, die oranje. Ik gebruik nog steeds. Ja, ik ook. Dus ik hij is ook zo droog, vind je niet? Ja, ik maak hem altijd nat. Ja, moet ook. Echt. En ik heb dus een kwast.
Nou, heel goed? Zacht. Oh ja. Heel lekker. Heel lekker. Maar voor gebruiken die dan? Ja, ik denk gewoon voor poeder of zo. Ja. Ik heb niet zoveel verstand van make-up, maar ik denk dat dat. Staat het er niet op? Op de zijkant? Zeg maar. Misschien staat het hierbij. Een leuk doosje erbij. Ja, vind ik ook. Zet op poederborstel. Oh, ja. Dus hij was normaal 6 euro. Oh echt? Ik ga kijken of het op mijn ook staat. Normaal was deze 5 euro, maar die is free. Jullie hebben nu gezien hoe het ontstaat en we zetten ook even in beeld, jullie hebben ook kunnen zien in beeld welke we hebben gehouden en welke niet. Laat ons ook even weten wat jullie favoriete item was en welke jullie wel of niet zouden houden. Ja, volg Luna ook even op haar socials, ik zet het allemaal hieronder in de beschrijving. Oh, zo ben ik. Van me. klef. Maar, wat, we moeten nog wat vertellen. We gaan binnenkort, als het weer een beetje zomer wordt, gaan we weer wat bestellen. En dan gaan we allemaal zomerartikelen, zonnebrillen en ja, dat soort dingen. Dat zonnebrillen. Is leuk. Ook die AliExpress of zo een keer. Ja. Om van die scrunchies en dat soort dingen. Zonnebrillen, ja, dat had ik echt moeten doen. Dat gaan we doen in de zomer. Ja, daar heb ik heel veel zin in. Is leuk. En doe ik ook zo'n mooi zonnebrillkokertje. En dan gewoon allemaal van die dingen. Ja, allemaal van die standaard en gewoon van die hebben dingetjes. Ja. Dus abonneer op mijn kanaal als jullie meer dit soort video's willen zien. En dan hoop ik dat ik jullie snel zie bij de volgende video. Doeg! Doei! This could be us. So back to what I was saying.